Iedereen kent het probleem wel, je tapijt is vuil en je zult altijd zien, juist op dat moment heb je je emmerken en je sponsken en je water uitgeleend aan iemand. En je weet niet meer aan wie. Stom natuurlijk. En op zo'n moment denk je dan soms, als ik de auto pak, dat tapijt daarop zwieren en weer naar de carwash gaan. Maar ja, wie doet er dan nu zoiets? Nee. Zie, dit is briljant. Wat wil je er ertussen steken? Oh, dat gaat niet dicht. Zo, dicht genoeg. We zijn vertrokken. Wat is al overbodig, van die lage borstelkes, dan gaan ze tapijt niet raken, hè. Heel goed, hè? Zo goed als nieuw. Ja. Schitterend. Schitterende kleuren. Ja. Geur. Perfect. Lente fris. We hebben al veel goede ideeën gehad, maar dat is toch een van de betere, hè? Ons dak is nog vuil. Nu, wij dachten, als dat mijn tapijt lukt, dan moet dat toch ook met ons vuile tuinmeubelen gaan. De stoelen op tak. Ja. Dat weet iedereen. Uiteraard. Wat dat wel is... Kijk, als je dat zo loslaat liggen, hè, dan gaat hier van die kleine krasjes geven op je tuinstoelen. En dat moeten we vermijden. Dus we gaan er wel iets tussen steken. Ja. Hier kunnen we doorkijken eventueel. Denk ik. Wacht, hè. Ja, voilà. Ja, we steken er wel wat tijd in natuurlijk voor die tafel en die stoelen te monteren op de auto. Maar... Dat is waar. Maar weet je wat het is, hè? Als je dat met de hand moet doen allemaal, dat is een gedoe met een emmerken en al. Ja. Kunnen we beter niet aan beginnen. Het tafelblad wordt al proper gespoten. Ze staan er nog op. Ja, ja, de tafel ook. De tafel blijft staan. Goed. Het is een klein beetje tegen de motorkap en bonk, maar dat is... Ah, maar we hebben ons moesjes. Zakketjes. Dat zal misschien een stoel geweest zijn. Klein probleempje met de tafel. Ja, kijk. Ja, maar ja. Weet je, dat ligt ook niet aan dat systeem van die carwash door erover te rijden, hè? Ja, maar ik ben er wel niet expres over gereden natuurlijk. Dat is die, ja, die rolband die we ons voort in. Ze wibbelt nu wel nog een beetje, maar als je daar een bierkaartje onder steekt, is dat in orde. Ja. De stoelen zijn wel blijven hangen, die zijn nog volledig intact. En ja, ze zijn wel nog een klein beetje vuil. Ja. Nog redelijk veel zelfs. Ja. Maar ja, pak jij een emmerken en een sponsken en op 1, 2, 3 is dat proper. Hè. Nu, om je tuinmeubelen te wassen in de carwash, dat is misschien nu niet echt ideaal. Nee, laat ons zeggen, misschien 8 op 10 of zo. Maar dat tapijt hier, dat is echt super, dat is een aanrader.